Nou, moet het op straat winnen en thuis, moet het veilig winnen voor iedereen in deze gemeente. Ja, belangrijk thema. Als die afstand groter maakt, komt dan de veiligheid ook niet in geding? Zeker, dat is een mooi punt, Rolof. Ik ben als commissaris een paar keer tegen een fusie geweest, omdat ik zeg, waar gaat het hier over? Over de patiënt of de cliënt? Het gaat altijd wel om grootte en schaal en economie. Maar ik zeg, het gaat ook om de mensen. Kunnen ze, zeg maar, de laatste weken stiet ook de krant vol van de schaalgrootte van gemeentes. Die menselijke maat moeten wij wel heel hoog houden. En ik denk dat dat bij het CDA, ik hoor binnen het CDA landelijk ook veel aandacht voor die menselijke maat. Daar ben ik heel blij mee. We hebben Chris van Dam vorige week van de toeslagenaffaire, die zegt dat ook. Let op die menselijke maat, mensen. En dat moet je met woningcoöperaties, dat moet je met gemeentes. Die menselijke maat moet je erin houden. En de een heeft er wat meer te besteden dan de ander. Dus daar moet je genuanceerd naar kijken. Chris is hier in West, die heeft verteld. Die heeft in die commissie gezeten. Toeslagenaffaire onderzoek, ja. Ik bedoel, iedereen mag trots worden op het CDA. Er is niks mis mee. Bedoel. Toch zegt het CDA van, Chris, we gaan het niet verder mee doen. We gaan het nog achteruit zetten. Goed punt, ja. Hoe vinden jullie dat nou? Want jullie zijn lokale bestuurders, maar dat moet toch een bepaalde angst inboezemen van ik steek de kop om mijn veld uit. Ja, ja. En die kop giet eraf en ik moet vertrekken. Het is goed dat wij het daar even over hebben, want het CDA heeft natuurlijk dit jaar wel even flink in de spiegel moeten kijken. Er is best veel fout gegaan. Nou, je ziet het niet op de camera, maar ik heb hier nog posters van ene meneer Omtzigt hangen, omdat ik daar een groot fan van was. En eigenlijk ben, moet ik zeggen. Ik zei in verleden tijd, maar ik ben dat. Hij is wel heel erg altijd op de kritische toer de laatste tijd. Maar hij is zo'n kanarie in de mijn, zeg maar. En als je dat niet hebt, dan weet je niet of er een vergiftigde lucht is. Hè? Ja, dus dat is precies. Hartstikke belangrijk. Ik zou het niet bedacht, maar dat zei Chris van Dam vorige week. Hè? Dat heb ik hem bekend. Ja, Rens Kleiten was misschien wel die kanarie. Eén van, zeker. Zeker. Hartstikke goed dat zo, zeg maar, de ruimte ervoor is. Dus dat moeten wij ook koesteren. CDA best wel veel fout gegaan. Ik heb nog nooit zo aan de computer die je zeten als op die dagen van die congressen van het CDA, waarin ze zeiden van jongens, wat moeten wij nou beter doen? Dus ik heb er hoop van en ik heb stukken gelezen waar dat uit blijkt en ik kom ook heel veel goede mensen tegen. Chris van Dam noem je er een. Er bent er meer. En er zitten nu ook goeien in die huidige Tweede Kamer, die Bontebal of Boswijk. En het mooie van die Boswijk, kreeg veel commentaar dat hij hier maandag heen was. Hè. Hij was maandagmorgen eenmaal pad in de Wolden, midden Drenthe en Hoogveen. Hebben we wat praktische dingen bekeken waar wij van dachten, dat moet die man van de Tweede Kamer weten. Dus we hoort wel vaak aan de leiband van de Tweede Kamer lopen, het is andersom. Wij stuurt steeds berichten naar Den Haag toe van, jongens, kijk hier nou, let daarop. En dan moeten wij het ook nog eenmaal over dat verdraaide ziekenhuis. Want daar speelt dat natuurlijk helemaal. De kriek zo langzamerhand kriek door een punthoofd van en een brok in de keel. Want ik kan er met geen enkele gedachte bij worden, ja. Maar als wij dit in de gemeente op laten vallen. Dit is een schade voor de gemeente. Want een heleboel jonge gezinnen wil zich hier weer vestigen. Maar die zegt, als de gezondheidszorg onder de tafel is, wil ik er niet wonen. Zeg maar, de aantrekkelijkheid van een stad zit in sport, theaters, noem het maar op. Maar gezondheidszorg is, scholen en gezondheidszorg zijn de eerste vragen die je als mensen stelt, denk ik. Zeker. Hebben jullie er nog een visie en maakt jullie er nog een punt van? Is er nog een mogelijkheid om een minpad via particuliere investeerders dat ziekenhuis weer in leven te brengen? Je ziet al een glimlach op mijn gezicht. Dat zal ik wel zo graag. Ik zal wel zo graag ooit eens afscheid nemen van die politiek. Met als, zeg maar, bericht, we hebben wat meer gezondheidszorg dan als wij hadden, zeg maar, in 2022 of in deze tijd. Want we hebben natuurlijk best ingeleverd. En ik moet ook zeggen dat ik hol wel van die hele moeilijke dossiers. Want ik werd fractievoorzitter en zei, ik wil wel graag een paar dossiers doen. Doe mij de IJsbanen maar en Stadscentrum en Treant. Och, dacht iedereen, daar ben ik mooi vanaf, want daar kun je politiek helemaal niks mee doen. En ik heb de IJsbanen niet meer, ik weet niet waarom, maar dat schiet er niet meer te wezen. En Stadscentrum, dat is niet zo'n goede meer, maar dat is Kloor, hoop ik dan maar zo'n beetje. Nou ja, we hebben Jan Stam. Ja, doe zo even, maar dan wil je in dat ziekenhuis, ja. Met uw permissie. Ja. Zeg maar, dus ik naar Den Haag toe. Waarom hebben wij geen beter ziekenhuis? En dan kon je in een web vertrechten, of waar was ik nog een beetje van schrukken, zeg maar. Want ik ging natuurlijk gewoon via de Tweede Kamerleden van het CDA, ging ik aan de slag om te zeggen van, dat kan toch niet wezen dat er geen ziekenhuis in Hoogveen is. Dit is een verzorgingsgebied van 100.000 mensen. Dat kan toch niet wezen. En dan kom je in een kluwen terecht van verzekeraars, van politieke belangen, van realistische afweging. Want ik heb ook met die CDA's in Den Haag zitten
knokken samen met, nou heet die Bouwiers weer, die is ook naar Hugo de Jonge geweest. Ja. En wij zijn in de Tweede Kamer geweest, ik ben bij Ab Klink geweest. Allemaal mensen die als wat te zeggen hebben over die zorg. Maar weer komt aan die deur, want het moet met schaalgrootte, het moet met zeg maar reproduceerbaarheid of je moet minstens zoveel operaties doen. En daar kon je niet door. Nou ben ik van die operaties nog niet zo, vind ik nog niet problematisch, want hoe meer als men ervaring er heeft, hoe liever ik naar zo'n dokter toe ga. Hè? Dan stap ik alleen met de auto naar Groningen of weet ik veel wat. En als je cruciale zorg hebt, is dat ook zo. Maar ik ben hier met Joba van den Berg geweest, komt zelf uit Zeeland, weet absoluut van platteland en van afstand. Is ook heel druk met Achterhoek, waar ook zo'n zorgprobleem ligt. En wij gaan daar eens mee op pad. En toen hoor ik op verschillende plekken van UMCG-directeur, noem maar op, als je wat aan wilt doen om mensen te redden, dan moet je wat doen aan de ambulancezorg. Want als de gebouw stiet, mag er niet eens zoveel uit, als je maar hele goede ambulancezorg hebt en goede ambulances op de goede plek. Nou, dat is inmiddels, hè, dus Victor Verrijp, de directeur van de UMCG-ambulancezorg, die heeft daar ook bijgebouwd en er bent ook ambulances. Hij heeft nog altijd bezettingsproblemen met mensen, want er is krapte op de arbeidsmarkt, best gevaarlijk, ook bij de zorg. Maar dan kon je zeg maar op die huisartsenposten uit, die ook weer inkrumpen, zeg maar. Dus dan heb je weer een nieuw probleem. Dus wij weer naar Den Haag toe. En zo blijf je bakkeleien. We hebben prachtige zorgtafels, daar heeft CDA voor gepleit, hè, zorgtafels. Daar praten wij met elkaar. Nou ben ik niet van Feyenoord, maar ik mag wel graag wat doen, zeg maar. En dat is in die zorg best wel heel, geen woorden maar daden. Ja. En dat is in die zorg best wel een enorme opgave. Er wordt machtig veel praat. En dat doen we in de politiek ook nog een schepje boom op. Maar er gebeurt zo weinig. Op dit moment komen wij niet als gemeenteraad Hogeveen aan tafel bij de directie van Treant. Die stuurt een hele goede dokter naar ons toe. Ik zal de namen niet noemen, maar prima. Ik kan alles vertellen over de spoedeisende hulp. En nou, je hebt die affaire gezien met die sportblessure van de jonge Delem. Die is op de stoep van het ziekenhuis lag. Daar gaan wij dan via de achterkant is ook eens achterhand van hoe zit dat. En ik kan maar één ding tegen de mensen zeggen. Als je wat hebt, bel alstublieft een ambulance. Ga met die ambulance aan de slag. En ga niet zelf dokteren hier naar het ziekenhuis. Want dan kom je niet verder. Je moet met die ambulance en dan moet je naar Emmen of Zwolle of Meppel of Assen. Want je komt niet meer hier in het ziekenhuis in de rare uren van de dag. Hè? De weekend en de late avond kom je niet meer te pas. Is CDA tot de conclusie gekomen dat de gezondheidszorg dan alleen maar een kwestie van geld is en niet van inzet? Ik was wel blij met de kandidaat, lijsttrekker, toen de titel Hugo de Jonge, die als ze zegt heeft van die marktwerking is doorgeschoten. Dat ze, marktwerking is doorgeschoten en daar moet wat aan gebeuren. Gisteravond hebben we ook in de raad nog eens voor Hogeveen, voor de zorg, ook gepleit voor gewoon aan de slag met sociale ondernemers in plaats van met commerciële ondernemers. Dus daar hebben wij als politiek nog wel wat te repareren, denk ik. En u zei van, kunnen we niet iets met particuliere investeerders? Dat heb ik wel onthouden, vond ik een mooie uitspraak van u. Ik vind een mooi voorbeeld in Deventer. Ik ga altijd op zoek naar waar het wel kan in Nederland. Deventer heb je een Zalland, hij een aparte situatie, want dan hebben ze nog een verzekeraar die als voor Zalland is, Eno. Een verzekeraar die als door het zwart zeggen heeft en waar als de mensen ook bijna allemaal bij zit. Misschien zit toch wel de crux. Misschien zit de oplossing van bij de verzekeraar niet in de politiek, want dan kon je toch vast te zitten. Nou, dat zie je nu met de UMCG. Ja. Arts, hoe heet het, cardiologie voor kinderen. Ja, dat is dan zitten we weer in de schaalgrote problematiek. En er wordt dan nu weer wat teruggedraaid. Gelukkig veel remoer. Je moet ook flink op de toeten blazen. En je kunt ook best wel eens naar het Malieveld toe gaan, denk ik. Ik ben er nog nooit geweest trouwens, maar het schijnt te helpen. Maar ik ben zelf meer van, laten wij maar die politiek bewerken. Die Tweede Kamer alleen zitten ervoor. Die telefoonnummers bent er wel. Bent ze krachtig genoeg? Ze bent wel actief genoeg. Maar ze komt er niet altijd door, heb ik het idee. En dat zit hem ook in de coalitievormen en coalitieafspraken. Daar moet je ook door hem breken. En je hebt ook in Nederland, het politieke veld, nou, dat gaan we helemaal analyseren, is natuurlijk heel erg uitgeweid. Ik bedoel, hoeveel partijen hebben we in de Tweede Kamer? Zometeen als die mevrouw van Volten uitvalt, hebben we 19 partijen. Ja. Dus dat is stuurt van geen meter. Er blijft er maar een klein middendeel over die als met elkaar aan het sturen is, die coalities vormt. En dat scheelt, dus in Hogeveen kan het nu ook gebeuren, want je krijgt weer partijen erbij die wat meer van de midden afstoort. Ben je en dat vind ik gevaarlijk. Ben je blij ermee dat er meer partijen komt nou in Hogeveen? Rolf, dat is een vraag waar als ik eigenlijk even stil van vallen, want dat is het is een feit, het is politiek, iedereen mag een partij oprichten. En ik heb er ook wel eens aan gedacht, het leek me prachtig om een eigen partij te hebben. Zo eng wie ben ik dan ook wel weer. Maar aan de andere kant, je komt niet veel verder als je talent doet. Je komt misschien wel wat sneller, maar je komt met z'n allen kom je verder. En je moet dus met, je noemt Forum bijvoorbeeld, Forum voor Democratie. Dat is een moeilijke partij.
Als ik de verkiezingsprogramma zie, er is nog maar een klein stukje van bekend. Daar stort dingen in, Rolf, waar dus ik niks mee kan. Annette, en dat is hartstikke moeilijk. Annette, die wat nou straks fractievoorzitter. Dat gaan wij vanuit. En dat hoopt jullie en dat die ook in de raad komt. Ze stiet op Ine en ik dacht dat de CDA één zetel, dat giet ons nog lukken. Dat, dus zij komt erin. Dat kun je ongeveer van niet, dat kun je ongeveer van niet gaan. Ja. Nou, benieuw je mentor. Ach, hulpie, denk ik. Hulpie vind ik een mooier woord. Ik bedoel, je hebt dan van alle kanten heb je meer die bewandeld. Jullie bent goed op fietsen weg geweest. Ja, ook wel, ja, in auto. En dan komt jullie terug en dan zegt jullie, we hebben trots op Hogevinnen. Ja. En we doen ons beste ervoor. Ja, dat klopt. Hoe trots is het CDA en voornamelijk Erik Jan op Hogevinnen? Dat is hartstikke mooi, want ik heb een bedrijf en ik heb pak een beetje 400 klanten in Noord-Nederland. Dus ik kom nog wel eens aan. En dan is het soms wel eens lastig om met Hogeveen te komen, want dan heb je gedoe. En dan leest de mensen de krant ook en dan zeggen ze, oh, Hogeveen, daar gebeurt wel wat. Je bent accountant, hè? Hoe zit dat met de financiën in Hogeveen? Ik zeg, nou kan ik u wel even vertellen. Want dat is echt wel goed, dat hebben we nog niet gedaan nu, maar daar kunnen we echt nog wel even dieper op ingaan. Het is ook een punt van de trots van Hogeveen, hè? Ja. Ze hebben in Hogeveen. Ik heb elke keer toespraakjes gehouden in de beschouwing over Hogeveense aanpakkers. Over trots op Hogeveen. Ik ben van Hogevenen. Samen met Albert Metselaar nog uitgedokterd hoe ik precies moest schrijven. Dat vind ik hartstikke mooi, omdat Hogeveen zoveel te bieden heeft. En ik heb al gezegd, dat zit in Stien, sportvoorziening, kunstenaarsvelden, hartstikke mooi allemaal. Hartstikke goed en belangrijk ook. Het zit hem ook in het stadscentrum en winkels en aantrekkelijk wezen. Tamboeren naartoe gaan, waar je naartoe kunt gewoon allemaal mooie dingen. Maar er zit ook wel een heleboel in de mensen. Er zijn hele mooie mensen in Hogeveen. En zo nu dan kom ik die tegen. Soms nu dan zie je dat. Soms krijg je een brok in de keel. Dan denk je, wat hebben de mensen nog de vullen voor over? We hadden die kerstkransenactie. Gingen we 50 instellingen, zeg maar, een kerstkrans opbrengen voor de kerst. Ach, ik ben weer onder de indruk geraakt van wat mensen allemaal voor de handen doen. Ik zal ze niet met... Nou ja, nee, ik noem ze niet met name. Maar er zijn zulke mooie voorbeelden van mensen die als onbezoldigd... actief bent met de simpelste dingen. Eten, kleding voor baby's, maar ook schuldhulpmaatjes, noem ze maar op. Die doet zulke mooie dingen voor de andere mensen, zonder dat ze er zelf beter van worden. En dat is denk ik, en dan moeten we onze jongelui en mijn eigen kinderen, dan moet je dat ook echt leren. Er is zoveel te doen in de samenleving voor die ander, waar hij trots op kunt wezen en waar je ook waardering voor krijgt. En dat is in de politiek wel eens lastig, want dan krijg je niet altijd van die waardering. Nee, zeker niet. Over financiën. Wil je ook nog over financiën hebben? Dat vind ik nog wel mooi, toch? Nou ja, ik wil het wel in. Daar wil ik het zeker in over hebben. Want zo goed heeft het niet de West meer overvinden. Nee. En hoe hebben jullie dat dan gepakt? Want CDA, die is daar nou eigenlijk wel een beetje voorlopig in de West. Ik voel me daar ook heel verantwoordelijk voor. En dat is ook de reden geweest om aan deze tafel op 30 juni 2020 de beslissing te nemen... om te zeggen, wij moeten het in Hogeveen radicaal anders doen. Wij komen er niet door. We hadden een prachtig rapport, Samenredzaamheid. Dat vind ik echt, daar zat heel veel goeds in. Zeker in de teksten, zeg maar. Maar er zat zo weinig in de financiën in. En dat bleek ook wel heel moeilijk. Want dit zakencollege, dat hebben we de laatste week gezien... Hè, met sociaal domein reorganiseren, zeg maar. Dat is pittig. Dat is heel moeilijk. Vind je niet dat ze dat te laat aan het pakken? Nou ja, die jongen, die dame en die heren, die hebben natuurlijk zeg maar vanaf 8 oktober 2020 moeten werken. Ja. Dat is krap, want je moet die gemeente leren kennen, je moet die ambtenaren, je moet weten hoe vorken in de steel zitten, zeg maar. Ik heb respect voor wat ze gedaan hebben. En ik denk ook dat probleem niet te onderschat moet wezen. Terug naar die 30 juni 2020, toen als wij zeiden, want wij bent natuurlijk zelf altijd wel verantwoordelijk geweest. Dus de stekker aan zuur trekken, dat hebben wij nooit zo genoemd, zeg maar. We hebben gezegd, het moet radicaal anders. Er moet een andere sfeer komen. We moeten anders naar de financiën kijken. En er moet doorgepakt worden. En dat hebben wij toen, en dat hebben wij een zomerakkoord genoemd. Zomer 2020 akkoord. Kregen we ruzie over met elkaar. En dat vind ik hartstikke zonde. Maar ik begreep het wel. Want radicaal is natuurlijk altijd moeilijk. Er zit al die scherpe kantjes aan. Dan ben je een financiële man. Jolt van Schijvertjes en Jolt van Nudeg. Toen die 2020. Dat het gebeurd is. Aan jullie toen analyseerd, waar het fout gegaan is. En waar de oplossing moest komen. En daar zitten wij nog steeds dwars in. Kijk, als je kijkt naar de situatie van Hogeveen, dan was er 2017 jaarrekening, 2018, 2019, dikke verlies.
altijd op dat wat dan heet doorgedecentraliseerde taken. Van de participatiewet, zeg maar de bijstand en de werkvoorzieningschap en al die dingen meer. Van de WMO, de wet om maatschappelijke ondersteuning. En van de jeugdwet. De jeugdwet was de grootste verliezer. En er is altijd gekeken door ons naar de kwaliteit voor de jeugd. Hebben wij de juiste zorg? En wat kost het eigenlijk? Wie verdient er wat aan? Hoe zit dat allemaal? En er is zoveel onderzoek gedaan. Ik geloof dat wel een derde van de kosten aan overheid en controles opging. En daar wil ik eigenlijk wel graag wat aan doen. En daar ben ik nu vanaf 2019 ging ik fietsen met Gert Vos. En heb ik allerlei geprobeerd om daar doorheen te komen. Was moeilijk. En in dat plan van 2020 zat er volgens ons te weinig in. En nu hebben wij dat herontwerp sociaal domein. En hebben wij nog steeds gezegd, we willen wel half vol redeneren. Maar dat betekent dat er ook een half mist. We misten nog een beetje dat het zeg maar in doorgepakt wordt. Dus gisteren nog weer ingebracht van er moet goed opgelet worden. Planning en controle heet het dan. Ja. Goed opgelet worden. En we hebben gezegd, we moeten goed kijken naar waar we zaken mee doen. Doen we wel zaken met mensen die als het kind en de zorg op één hebben staan, of hebben wij veel te veel commerciële partijen? Dus dat is ook een groot aandachtspunt. En je kunt niet ontkennen dat er in de jeugdzorg een verdienmodel ontstaan is. En een verdienmodel, dat hoor je, dat, ik ben ook ondernemer, dat houdt men het liefste in stand, want dat is een vaste inkomstenbron. En zo'n kind kan niet een vaste inkomstenbron zijn, die moet weer uit die zorg. Ja, duidelijk. 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 En dat, ik geloof vast dat de ambtenaar van Hogeveen dat ook zo vindt. En dat die moeite hebben om daar doorheen te komen. Ik moet heel even kijken. Want er is gisteravond is er nog wat gebeurd. Gisteravond is een amendement van jullie is afgebrand. Ja, nou dat amendement heb ik geschreven. Dus ik ben bij de goede persoon terechtgekomen. Dat bedoel ik. Ja. Hoe niet kan dat nou? Niet helemaal afgebrand. Nou, niet helemaal afgebrand, maar je had het net over het sociale domein. Daar zit al die kentaken in die als die net zijn. Ja. Dat moet beter, dat moet anders. En nou kreeg je van de wetholderteuren van, zit meer over mijn ogen dan. Meneer Kruis, dan moet je beter doen, nu is waar ik doe. Ja, dat was heb dat ik ook wel. Was dat een beetje de draai die er dan nog geen werd? Ja, ik zit daar wel een beetje dubbel in. Jeff Geliek, zeg maar, ja, weet je, zo'n, het was heel later. Dat is één ding. Ik was te laat, het is campagnetijd. Het is, ik weet niet, we hebben nog wat te doen met Green Planet. Er was ook nog zo'n dossier. De herontwerp sociaal domein is 800 pagina's. Hebben we ook even doorgeakkerd. Ik heb tientallen vragen gesteld. Dus ik ben er echt serieus mee bezig gegaan. En ik geloof, de wethouder, sympathieke wethouder Tebak, zegt ook van, wij zijn bezig met scherper aan de windzeil met die inkoop van zorg. En dat is mooi. Maar ik zeg, ik wil eigenlijk nog wel aan de voorkant geregeld hebben dat als wij minder naar commercieel, meer naar sociaal kijken. En dan heb ik gezegd sociale en coöperatieve ondernemingen, organisaties die er geloven. Organisaties, dat is wat breder, hè? Ja. En daar bent natuurlijk diverse coöperaties. Nou, de zorgcoöperatie Onze Veld is natuurlijk een coöperatie. Beste voorbeeld misschien in Hogeveen. Bent er meer. Ja. En sociaal ondernemen, daar kwam de discussie over, wat is dat dan? Is dat ook commercieel, niet commercieel? En dat vind ik wel een beetje jammer. Daardoor wijde mijn punt een beetje weg, zeg maar. Want het ging over het debat van de definitie. Mm-hmm. Terwijl ik eigenlijk betoogde van, er bent in Nederland zoveel sociale ondernemers die als het maatschappelijke doel op één hebt en de verdienst op twee of op drie. En dat hebben ze ook in hun statuten staan. Dat hebben ze in hun missievisie staan. En dat draagt ze uit. Die wil ik graag opzoeken. En die wil ik graag ook in Hogeveen een plek geven. En daar wil ik in Hogeveen. Als ik dan toch belastinggeld moet uitgeven, dan wil ik dat graag aan dat soort bedrijven doen. Precies. En dat was mijn enige betoog. En ik kwam in een discussie terecht dat het juridisch getoetst moest worden en noem maar op. Want het was eigenlijk, ik had een beetje woordenspel. Hè. Ik zei, het is een amendement, want dat is strakker. Maar het is ook een oproep, want er stunt in, probeer nou zoveel mogelijk dat soort bedrijven anno te bieden als gemeente. Probeer nou zoveel mogelijk, dat is een oproep, ja. Dat is een oproep. Dat is niet 100%. Maar dat was het, maar dat lukt ons toch niet. Dat was een amendement. Ja. En het had beter in de visie kunnen worden. En door zoveel mogelijk partijen bij zin te krijgen. Nou, het mooie was, dat amendement is natuurlijk een wijziging in de visie. Dan komt het er echt in te staan. Want als wij een motie doen, wat we nou uiteindelijk daarvan gemaakt hebben, is wat zwakker. Die motie is uiteindelijk, zeg maar, een oproep. Terwijl een amendement, dan mutten ze wel. Maar Rolf, het was zo dat er meerderheid voor was. Hè? Dus ik had ook door kunnen drukken en zeggen, beste het college CDA. Van BMW. Wij hebben gemeentebelang, VVD, CDA, lijst van dien. SGP. En SGP, de Brandverein, hebben we er allemaal achter staan. We hebben meerderheid, breng hem maar in stemming. En dan hadden wij die mensen voor het blok gezet.
dat werkt ook niet zo. Als zo'n college zegt van, we zijn hartstikke zenuwachtig over de juridische implicaties, dan moeten wij als raad ook eventjes nadenken. Ik was er zelf niet zo bevreesd voor. A, ben ik geen jurist, dus daar heb ik daar sowieso minder last van. Ja. Maar B, in heel Nederland stikt het van de sociale onderneming. Er bent zelfs, het dan in het Engels social enterprise, ja, vergeef mij dat. Maar die ondernemers die als dat sociale doel hoog hebben, dat bent er allerlei mooie voorbeelden. Die zitten ook in de schuldhulp, ook in de werkvoorziening, in de mensen met kwetsbare beroepen, met kwetsbare levens en moeilijke beroepen. Hartstikke mooie voorbeelden van. Eigenlijk is dat, en dat ben ik een mooie bijeenkomst van, ik ben er al 5 jaar mee bezig om daar wat meer aandacht voor te krijgen. Het zit trouwens wel in het inkoopbeleid van de gemeente. Gaan we ook nog wel het komende. Als ik dus in mag komen, ga ik daar nog eens even een klein onderzoek in doen. Is dat inkoopbeleid van de gemeente nou wel helemaal in lijn met wat wij op papier hebben staan? Is dat wel zo sociaal? Ik weet het antwoord. Als ik erin mag komen. Ik weet het antwoord, Erik-Jan. Wij gaan een beetje naar afronden. Nou kennen wij hopelijk Erik-Jan Kruisenbeedie. Ook zijn beweegreden. Oh, dat is nog veel meer. Ja, nee, maar ik zou nog gaan we nog een dag aan de tafel zitten. Jan. En dan doen we het buiten. Met mooi weer. Ja, ik wil graag een keer bij jou ook wel. En dat bedoel ik. Ik nodig u uit. Op de fietsen dan, hè? Zeker. Noord jullie Annette Jansen. Annette Jansen, die schoeft jullie straks te vullen. In ieder geval als ze wil en als het goed gaat. Ja. Ja? Wat brengt Annette in? Want ze moet op het CDA kiezen. Want dan giet het hem. Ze moet niet alleen te werk, ja. Jan Kruse. Nee, bepaald niet. Denk erom. Echt, ik wil dat in iedereen zingen. Kiezen hoeft niet automatisch het eerste vakje te winnen. Oh nee, dat is, dank hoeft, wel. Dat hoeft absoluut niet. Dat is gewoon niet waar. Een heleboel de mensen, je hebt het ook wel, en allemaal hebt het wel eens over laaggeletterdheid. En die zeiden net, er moet hogere opleiding komen, er moet meer structuur in te komen en al die dingen meer. Voor die laaggeletterden, die zegt van politiek steeds verder bij me weg, want ze doet toch niks voor mij. En dat is niet alleen de laaggeletterden. Dat moet ik niet zeggen, want dat is niet waar. Maar een categorie mensen denkt dat. Ja. Erik-Jan, je hebt voor mij nou heel eventjes de camera. Vertel nou eens wat ze moet doen. Wat brengt het CDA hun nou naar de stembus? Ja. Nou, jij noemt Annette Jansen. En Annette Jansen is een hartstikke sympathieke dame. Die als, zeg maar, werkt in de ouderenzorg. Ze heeft ook het manifest voor onze ouderen geschreven. Hartstikke mooi document waaros wij voor gaan strijden de komende jaren om dat nog eens even scherp te stellen. En dat is ook wat zij meebrengt. Zij brengt absoluut mee verbinding tussen de partijen, verbinding met de samenleving. Want ze is heel aardig, ze is heel toegankelijk, ze is heel sympathiek. En ik ben maar een vervelende accountant, maar zij, zeg maar, zal ik zeggen, aanprijzen, daar zal ik op durven stemmen. Want zij gaat in die komende tijd, die ruzieachtige sfeer die er in Hogeveen was, daar gaat zij, zeg maar, tegenin, daar gaat zij herstellen. Zeg het. Stem op Annette Jansen. Erik, Jan, kort en kort niet, hè? Wel voor het interview. Ik vind het een mooi interview. Het kan voor Luut gebreiden. Je hebt nog een hele bulte in een portefeuille zitten en op een spreekstok dat hij nog graag wilt vertellen. Ja. Maar helaas komen we door. Dat sommige dingen had nog wat scherper willen. Is er nog één ding, het allerlaatst, is er nog één ding waar Erik Jan nog op terugkomt? Oh, één ding, dat is bij mij altijd lastig, hè? Eén ding. Ja, nee. Ja, ja. Luister, ja. Ik ben zo af en toe een beetje afremmen in hun enthousiasme. Ja, ja. Dus ja. Ik vraag hem één ding. Let op de portemonnee, pas op de OZB. Dat zal ik zeker zijn. Dus dat betekent betrouwbaar bestuur, dat je goed omgaat met de centen, dat je goed investeert en dat je ook durft te investeren. We hebben 196 miljoen in Hogeveen te besteden. Wij kunnen wat betekenen voor de mensen in Hogeveen. Dus wees wijs mensen op wie jij stemt, want het gaat om veel geld en het gaat om een eigen omgeving. Daarom stembewijs. Dankjewel voor het interview.